Er ontstaat de komende jaren een enorm tekort aan bedrijventerreinen in het Westland. Volgens een onderzoek van Rotterdam en Westland gaat het de komende 10 jaar om zo'n 30 hectare. Een van de redenen van de grote vraag naar bedrijventerreinen is de grote vraag naar exotisch fruit. Het is bijna niet aan te slepen. Het komt vaak van ver weg en gaat via het Westland heel Europa door. Er gaat heel veel via het Westland. Met name omdat de haven van Rotterdam erg belangrijk is voor de distributie van vers fruit in geheel Europa. Dat komt ook omdat we de kennis hebben, maar ook omdat we hier de mogelijkheden hebben om de zaken nog verder te verwerken, te verpakken, te rijpen, om te pakken enzovoort. Het bedrijf zit op 100 land in Maasdijk, een van de grote bedrijventerreinen in het Westland. Ze hebben daar nu al kopers voor een klein stukje grond dat er misschien over 2 jaar bij komt. Op dit moment zijn alle kavels gereserveerd voor partijen en hebben zelfs een wachtlijst van 2-3 partijen die graag geïnformeerd willen worden als andere partijen toch nog mochten afhaken. Volgens het onderzoek is er tot 2030 behoefte aan zo'n 30 hectare, omgerekend 60 voetbalvelden. Bij ABC Westland in Poeldijk hebben ze nog wel wat ruimte over. 16 hectare glastuinbouw is daar aangekocht en verpacht. En als nodig is, gaan de kassen tegen de vlakte. Maar dat kan niet zomaar overal. Nou, het is zeker niet om dat zomaar op meer plekken toe te passen. We zijn juist bezig om ons huidige glasareaal ook te herstructureren en te moderniseren. Hoewel het Westland het logistieke hart van Europa wordt genoemd, sluiten bedrijven niet uit naar elders te vertrekken. Als we meer ruimte nodig hebben, en dat hebben we, dan zullen we echt ook naar buiten het Westland moeten gaan kijken. Bijvoorbeeld naar Barendrecht of wellicht verder weg. De gemeente wil ook de provincie bij het overleg over bedrijventerreinen betrekken.